Wat mijn werk met de kijker doet, is om een goed voorbeeld daarvan te geven. Ik geef wel vaak lezingen en ik laat altijd die foto van die pick-up truck zien. Aan het einde van de lezing vraag ik aan mensen van hoeveel wapens hielden die mensen vast in die pick-up truck. En dan gaat altijd mensen van, nou ja, volgens mij 2 of 3. En dan laat ik die foto nog een keer zien en er zit er natuurlijk gewoon geen enkel wapen in. En dan, dan zie je ook gelijk hoe dat werkt. Je tapt die 5% bij iemand aan en ze vullen die 90% in die zin gewoon in. En dat is gewoon een mechanisme wat heel vaak terugkomt, wat ik gebruik in mijn werk.